Dat is een tactiek. Al bijna 70 jaar is het de NMBS die de treinen op het spoor houdt. Een staat in de staat. Of gewoon een overheidsbedrijf als een ander. Dit is het verhaal van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Sinds het einde van de 19e eeuw heeft elke Belgische regering een minister voor spoorwegen. Dat is nodig, omdat de staat de oude privéspoorlijnen bijna allemaal heeft overgenomen. De Belgische spoorwegen worden staatsspoorwegen, waar de politieke geschiedenis op gaat wegen. In augustus 1914 valt het Duitse leger ons land binnen. 4 jaar lang zijn de spoorwegen in Duitse handen. Maar belangrijker voor de toekomst van het spoor is het lot van de Belgische regering. Die vestigt zich in Le Havre. Ze heeft geen inkomsten, maar wel veel kosten. Ze leent zich te pletter. In november 1918 is de oorlog voorbij. België begint aan de wederopbouw met geleend geld. Die leningen drijven de staat in 1926 naar de rand van het bankroet. De spoorwegen maken de redding mogelijk. Een deel van het geleende geld wordt omgezet in aandelen van een nieuw overheidsbedrijf. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. De exploitatie van het spoor gaat over naar een zogenaamd autonoom overheidsbedrijf dat het net op industriële wijze moet uitbaten. Met inachtneming van de belangen van 's lands economie. Dat klinkt goed, maar de erfenis van de staatsspoorweg is zwaar omdragen. De autonomie van de NMBS is beperkt. De staat heeft een gegarandeerde meerderheid in de vergadering van aandeelhouders. De Raad van Beheer is politiek benoemd. De minister van Verkeer blijft de grote voogd. Opvallend en bijna revolutionair is de aanwezigheid van 3 vertegenwoordigers van het personeel in het bestuur. Van meet af aan worden die stoelen bezet door vakbondslui. Ook al betekenen de bonden in 1926 nog niet zo heel veel. De spoorwegen hebben erg veel personeel. Er werken bijna 120.000 mannen. Het spoor was door de politici gebruikt om de werkloosheid te bestrijden. Het materieel is sterk verouderd. 1/3 van de 4600 stoomlocomotieven is door de Duitsers geleverd als vergoeding voor oorlogsschade. Een allegaartje van types, deels goed voor de sloop. In de eerste 5 jaar haalt de NMBS een behoorlijk resultaat. Het nieuwe bedrijf maakt winst. 3/4 van alle vrachtvervoer in het land gebeurt nog per spoor. De steenkoolmijnen en de staalindustrie draaien nog op volle toeren. Modernisering en rationalisering zijn de grote parolen. Het reusachtige leger spoorwegmannen wordt uitgedund. Maar omdat de NMBS zelf opdraait voor de pensioenen, verlicht dat de lasten van het spoor niet voor het volle pond. De gepensioneerde spoorwegmannen gaan de NMBS volgen als een schaduw die elk jaar groter wordt. ...1931 is voorlopig het laatste boekjaar dat de NMBS kan afsluiten met winst. De economische wereldcrisis treft het spoor hard in de eerstkomende jaren. Het reizigersverkeer en het winstgevende goederenverkeer gaan op korte tijd sterk achteruit. Maar de jonge NMBS heeft genoeg reserves opgebouwd om zich daardoor te slaan. De leiding van de NMBS merkt meteen op dat niet alle soorten transport even hard onder de crisis lijden. Van
Van bij het begin signaleren de jaarverslagen de oneerlijke concurrentie van de weg en de waterweg. De autofabrikanten beginnen goedkopere wagentypes te bouwen. En er rijden elk jaar meer auto's en vrachtwagens. Vrachtvervoerders kiezen zelf hun klanten en ze maken soepele prijsafspraken. Het onderhoud van het wegennet is hun zorg niet. De NMBS moet het spoornet wel zelf in stand houden. De maatschappij mag geen klanten weigeren en goede klanten mag ze geen voordelen aanbieden. Driekwart van de reizigers moet onder de prijs vervoerd worden. De NMBS heeft van meet af tarieven moeten voorzien, gunsttarieven of verminderde tarieven voor een ruim publiek. En op die wijze zet de jonge maatschappij in 1926 de politiek verder die de staatsspoorwegen vroeger al hadden toegepast. Toen het geen drama was, omdat de staatsspoorwegen toen het vervoermonopolie hadden. En reeds in een ver verleden, als tegemoetkoming voor de industrie en voor de arbeiders, de sociale weekabonnementen had uitgedacht, waarmee arbeiders een ganse week naar het werk op en af konden reizen aan een prijs die een gewone reiziger voor een gewone heen en terug in derde klas toen moest betalen. De NMBS zet zich schrap om haar marktaandeel te verdedigen. Al heeft ze zich hier en daar ook al vroeg gewonnen. Sommige lijnen worden gesloten en vervangen door buslijnen. Technische vernieuwing. De overstap van stoom naar elektriciteit moet de NMBS redden. In 1935 kan koning Leopold de eerste geëlektrificeerde lijn inwijden. Brussel-Antwerpen onder 3000 volt gelijkstroom. Het is het bescheiden begin van een elektrificatieprogramma dat jaren gaat duren. De NMBS ontwikkelt een eigen huisstijl. Henri van de Velde gaat nieuwe wagons inrichten. Ook het beroemde B-logo stamt uit de jaren 30. En de NMBS probeert het nieuwe terrein van de vrije tijd in te palmen. Precies in die campagne van het toerisme, van de vakanties, richt men treinen in naar zee, naar de Ardennen. Het is ook de tijd van Borin, van Banneu, bedevaartstreinen. Meer en meer mensen gaan naar Lourdes. Dus de NMBS die gaat daar altijd maar mee in, legt bedevaartstreinen in, kermistreinen, wandeltreinen en dan de fameuze radiotreinen die voor mij persoonlijk een ware veropenbaring zijn geweest. Dat waren dus treinen, samengesteld uit rijdend materieel op bogies, en waarin de spoorwegen een sonorisatie hadden voorzien. Een sonorisatie waar muziek en commentaar werd uitgezonden. Op 12 juni 1939 slaagt een locomotief van het type Atlantic erin om met een last van 200 ton op 57 minuten van Oostende naar Brussel te rijden. Een wereldrecord en een orgelpunt achter het eerste leven van de NMBS. Eind jaren 30 werpt een nieuwe oorlog zijn schaduw vooruit. België mobiliseert. De spoorweg wordt een instrument van de militairen. Commerciële exploitatie komt op de tweede plaats. Het spoor moet optimaal functioneren voor het eigen leger en onbruikbaar zijn voor de vijand. Veel spoorbruggen worden ondermijnd. De grote brug van Valbenois bij Luik gaat de lucht in nog voor de eerste Duitser zich gemeld heeft. De bliksem slaat in op de Belgische mijnen. Op 10 mei 1940 is het menens. De Duitsers vallen aan.
De Duitse aanval steunt niet echt op de spoorweg. Het zijn de Duitse tanks die de doorbraak forceren. De Belgische militairen nemen de leiding van het spoor over. 18 dagen houden de Belgen stand. En in die 18 dagen speelt het spoor achter het front wel een belangrijke rol. Het betaalt daarvoor ook een hoge prijs. Maar vrij snel na de capitulatie gaat de NMBS weer gewoon aan het werk. De Duitsers verplichten de spoorweg om militaire transporten uit te voeren. Betalen is er niet bij. Integendeel, de bezetters heffen belastingen op de inkomsten van het spoor. Het spoor werft veel volk aan in de bezettingsjaren. Officieel vanwege de noodwendigheden van de dienst, maar eigenlijk gewoon om zoveel mogelijk jonge mannen te behoeden voor deportatie. Er bestaat een middel voor de jongere mannen en heel vlug ook voor de vrouwen die opgeëist worden van daaraan te ontsnappen. Dat is van een job te vinden in een onmisbare dienst. Bijvoorbeeld in een mijn, bij de spoorwegen, bij diensten die onmisbaar zijn voor het instand houden van het lands economie en van het sociaal leven. En de maatschappij heeft dat ingezien en de NMBS heeft gehoopt dat die na de bevrijding, waar ze dan toch al op telden, opnieuw de maatschappij op een normale manier zouden laten afslanken. En dat is voor de mannen, vooral voor de leerlingklerken en voor het werkliedenpersoneel, niet het geval geweest. Om de invasie in Normandië voor te bereiden, beginnen de geallieerden systematisch stations en ateliers te bombarderen. In september 1944 kijkt de directie van de NMBS tegen een puinhoop aan. Honderden locomotieven en duizenden wagons zijn gewoon verdwenen. Bruggen, stations en ateliers zijn vernield. Honderden spoormannen zijn omgekomen, gewoon bij hun werk of in het verzet. Op de loonlijst staan opnieuw meer dan 100.000 namen. Het stoomlocomotievenpark is zodanig uitgedund dat de directie eraan denkt om meteen maar de sprong naar de elektriciteit te maken. Maar dat gaat niet door. Er is namelijk haast bij. Overstappen op diesel had ook snel gekund, maar dat was dan weer te riskant. Men had eenvoudig diesellocomotieven kunnen kopen omdat die onmiddellijk de rol van de stoomlocomotief kunnen over, en dat is onbetwistbaar. Men kan dat. Maar dan legt men al zijn eieren in dezelfde mand. Wij hebben in de stoomperiode produceerden we zelf steenkool. En konden we zelf de prijzen bepalen eventueel. Dat was niet hetzelfde met fuel. En de latere evenementen hebben dat bewezen hoe broos dat was. De nieuwe stoomloks brengen het verkeer weer snel op gang en de elektrificatie wordt even uitgesteld. De maatschappij heeft staatshulp nodig, want de wederopbouw is een te zware dobber voor de NMBS. Die hulp krijgt ze onder andere van P.W. Segers, verkeersminister van 1949 tot 1954. Segers komt met een saneringsplan. Tot 1954 krijgt het spoor staatstoelagen. Daarna moet de NMBS weer op eigen benen staan. Met de extra kredieten kan onder andere een oud plan weer bovengehaald worden. Dat van de Noord-Zuidverbinding in Brussel. Het project is 50 jaar oud. Eerst was de verbinding bovengronds uitgestippeld, later volgde een groot drietunnelproject. Maar na de oorlog was het al lang niet meer vanzelfsprekend om dat ook nog uit te voeren. Ik zou bijna durven zeggen, wie is hartelijk wenst te lachen, kan de annalen van Kamer en Senaat lezen die in het Staatsblad verschenen zijn en in de rapporten van Kamer en Senaat, de debatten die toen gevoerd werden voor de Tweede Wereldoorlog en vooral na de Tweede Wereldoorlog. Heb je heel ernstige vaders van het land, waar senatoren en gedeputeerden en ministers, die hun negatief oordeel over de Noord-Zuidverbinding laten gelden. En er is zelfs een prominent die zal gaan verklaren
Als de Noord-Zuidverbinding er moet komen, ja, dan toch maar zo klein mogelijk. En een centraal station, dat zullen we er uiteindelijk ook maar bij nemen. Al was het maar voor de dikke nek van de Brusselaars. Dat is gezegd geweest, dat kan u lezen in die annalen. De 3 tunnels en 6 sporen van de Noord-Zuidverbinding maken van Brussel de draaischijf van het Belgische en het Europese net. De pensioenlast van de NMBS krijgt na de oorlog een verpletterend gewicht. Er zijn nu bijna evenveel gepensioneerden als actieven. Op het ogenblik dat men het net is gaan rationaliseren, de stoomlocomotieven af te schaffen enzovoort, het is om personeel uit te sparen, dat men met veel te veel mensen stond. En dan heeft men een regime van vroegtijdige pensionering ingevoerd, die dat pas, geloof ik, begin 60 is afgeschaft worden met de fameuze eenheidswet. De staat gaat mee de pensioenen betalen. Spoor en staat groeien weer in elkaar na nauwelijks 25 jaar NMBS. De jaren 50 en 60 zijn jaren van sterke economische groei. Voor de NMBS zijn het jaren van modernisering, maar ook al van ontmanteling. Modernisering betekent in de eerste plaats elektrificatie. In de tweede plaats dieseling. Elektriciteit krijgt de voorkeur omdat de Belgische industrie daar het best kan op inspelen. Niet omdat het zonder meer de goedkoopste oplossing is. Vlaamse en Waalse lijnen worden beurtelings geëlektrificeerd. Ook als dat economisch niet altijd te verantwoorden is. Antwerpen-Brussel was voor de oorlog al onder stroom gezet. Brussel-Charleroi is na de oorlog eerst aan de beurt. De elektrificatie verloopt traag. Per jaar komt niet meer dan 70 tot 80 kilometer onder de draad. De NMBS doet het in de jaren 50 en 60 goed als transporteur van reizigers. Het spoor maakt reusachtige pendelbewegingen mogelijk. De trein verplaatst 10% van de actieve bevolking, een Europees record. Helaas gebeurt dat pendelen niet tegen commerciële prijzen. De helft van de reizigers heeft goedkope abonnementen en rijdt onder de kostprijs mee. De pendelbewegingen hebben alleen in de spitsuren en op een beperkt aantal lijnen plaats. De overige lijnen gaan achteruit. De ontmanteling begint. Tussen 1952 en 1972 gaan per jaar gemiddeld 38 kilometer spoorlijn voor de bijl. Privé-autobusdiensten dichten de gaten in het net. De mekaar opvolgende regeringen kiezen allemaal voor reusachtige investeringen in het autowegennet. In 1961 wordt de oud-mijnwerker Alfred Bertrand minister van Verkeer. Hij zorgt voor een schokgolf bij het bestuur van de NMBS omdat hij zijn eerste reden voor de Raad van Beheer gewoon in het Nederlands begint. De directie moet nog wennen aan de Vlaamse emancipatie. In de jaren 60 en 70 wordt België volop een autoland. Auto's worden alsmaar goedkoper en dus ook talrijker. Het antwoord van de spoorwegen is altijd hetzelfde: snoeien. En dat snoeiwerk brengt dan nog meer pendelaars op het idee om een auto te kopen. Het spoor rationaliseert en moderniseert verder. De Trans-Europ-Express doet al gauw ook Brussel aan. De Trans-Europ-Express. Indien hij niet bestond, zou men hem moeten uitvinden. In
In 1966 wordt de laatste stoomlocomotief uitgewuifd met een feestelijke rit van Aad naar Denderleeuw. Maar het moderniseren helpt niet veel. Ook al reduceert de NMBS haar personeel met een kwart. Jaar in, jaar uit blijven de verliezen zich opstapelen. De staat moet alsmaar meer geld toestoppen, maar de maatschappij blijft dan ook al haar oude verplichtingen met zich meezeulen. Nog altijd betaalt maar een kwart van de reizigers het volle tarief. Nog altijd kan het spoor geen soepele prijsafspraken maken over vrachtvervoer. Het aandeel van het vrachtvervoer zakt weg tot minder dan een kwart van de markt. Een aantal heel grote klanten, zoals de mijnen en de staalsector, deemsteren weg. Het Belgische autowegennet is stilaan helemaal uitgerijpt en het reizigersverkeer kalft verder af. De NMBS viert haar 50ste verjaardag zonder triomfalisme. De spoordirectie weet perfect dat de toekomst hachelijk is. In de herfst van 1981 treedt de regering Martens V aan. De nieuwe verkeersminister heet Herman de Croo. Hij wordt de meest omstreden voogdijminister uit de geschiedenis van de NMBS. Zijn optreden lokt stakingen en protesten uit, maar hij zet door. Hij dwingt de maatschappij tot miljardenbesparingen en kondigt een volledige reorganisatie aan. Eind jaren 70 waren er 55.000 spoormannen. Begin jaren 80 zijn er weer 70.000. Te veel, vindt de Croo. Het spoor mag niet meer gebruikt worden om de werkloosheid te bestrijden. Zonder veel overleg lanceert de Croo in 1983 het idee van de supersnelle trein in België. Hola, 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 hola. Wat zou er u van denken als dat ook door mij niet moest komen? Ja, dat is vraag. Hoort, je moet hem proberen te leggen in een gleuf of iets, hè? Ja, maar ja. Er steekt een storm van protest op en er begint een debat dat bijna 10 jaar gaat duren. Maar de TGV of HST zal er komen. In 1984 is het ICIR-jaar. Volgens een volledig nieuwe dienstregeling gaan er op de grote assen klokvaste snelle treinen rijden. Honderden kleine stopplaatsen worden opgegeven. Met ICIR wil de NMBS niet alleen sparen, maar ook weer meer reizigers aantrekken. Dat laatste wil niet erg lukken. De olieprijzen werken tegen. De benzine is veel te goedkoop om de auto op te geven. Alleen het dichtslibben van de autowegen op de spitsuren brengt wat hoop voor het spoor. Tijdens zijn tweede ambtstermijn wil de Croo ook de structuur van de NMBS zelf aanpakken. Hij laat het bedrijf doorlichten. De NMBS is in de loop der jaren een totaal inefficiënte bureaucratie geworden, zeggen de onderzoekers. Ik wil dat men duidelijk weet wie wat betaalt. Waarom moeten wij zoveel belastingen betalen om de spoorweg recht te houden? Indien de spoorweg, zoals het audit het hier zegt, niet zijn beste zou doen om zijn kostprijzen zo laag mogelijk te houden. De NMBS-top wordt afgeslankt. Directies worden bij elkaar gevoegd. En helemaal bovenaan wordt een nieuwe functie gecreëerd. Die van afgevaardigde beheerder. De eerste man op de nieuwe post is Honoré Palink. Een oud zeeofficier die zich in Zaïre een grote reputatie als beheerder van transportlijnen had verworven. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Maar Palink houdt het niet lang vol. Na amper 4 maanden geeft hij het op. Wat doet hij op 4 maanden tijd? Weet hij dus de schuld terug te dringen. De schuld die toen al bijna 100 miljard was. Dat is een zeer belangrijke ingreep. Op een bepaald moment ziet hij ook dat er bij de spoorwegen heel goede mensen werken en dat die niet op de juiste plaats zitten. En hij doet een aantal benoemingen, maar die worden geannuleerd door Herman de Croo. Dat is voor hem een sein. Hij zegt, zo kan ik niet werken en hij stapt op. De afspraak was dat er wel degelijk een baas diende te zijn bij de spoorweg.
Ik dacht dat op het derde niveau, waar we nu aan toe zijn om, benoemingen te doen, dat dat niet van het niveau van de minister hoefde te zijn. Achteraf zegt Palink openlijk dat de NMBS niet kan gerund worden als een privébedrijf. Ook niet als de kampioen van de besparingen en saneringen voogdijminister is. De stoel van Palink blijft leeg. Directeur-generaal Etienne Schoepen neemt het roer over. Schoepen is geen spoorwegingenieur, maar een financieel expert met veel aandacht voor commercieel beleid. Four Montan Climbers, and four sporty guns, and four fishermen. Four again, always four people in Belgium. Tot vier man kan je per trein heen en terug reizen, overal in België, voor maar 990 frank, met een multipas. Oké. Reizigers kunnen al gauw kiezen uit een hele reeks nieuwe reisformules. De GoPass en zijn familieleden zijn een schot in de roos. De nieuwe reisformules en andere ingrepen zorgen een paar jaar na elkaar voor een positieve balans. Dat hadden we sinds 1931 niet meer gezien. GoPass. Voor zo'n prijs nog thuisblijven is al te gek. De eerste jaren profiteert men ook van wat Palink gedaan heeft. Dus de schuld terugdringen. Ook het patrimonium herwaarderen, kijken wat heeft de NMBS aan vastgoed, aan alle andere rijkdommen, tussen haakjes. Dat is ook een belangrijke zaak. En dan gaat men over tot financiële trucs. Wat zijn die trucs? Dat zijn financiële operaties. Men verkoopt het rollend materieel en men huurt het weer. Dat brengt geld in het laadje, maar op dat moment waarschuwen al financiële deskundigen. Pas op, dat is niet de juiste formule. De NMBS lacht dat weg. De Rooms-blauwe regering en Boeman de Croo verdwijnen in 1988. Jean-Luc Dehaene heeft in 100 dagen een regering zonder liberalen in elkaar gepuzzeld. En mag achteraf uitgerekend op de stoel van de Croo gaan zitten. Staartplan, waarvan dat u allemaal een exemplaar... Een jaar later presenteert verkeersminister Dehaene een ambitieus plan. Star 21. De NMBS gaat in de aanval. Tegen 2010 moeten er 50% meer reizigers zijn. De NMBS wil dat voor elkaar krijgen door zich vooral op de grote assen naar Brussel toe te spitsen. Op 22 oktober 1992 tekent de NMBS-top en alweer een andere verkeersminister het nieuwe charter van de NMBS, het beheerscontract. De maatschappij is omgevormd tot een zogenaamde gewone NV, die het spoorwegnet nu echt bezit en autonoom en marktgericht kan handelen. Maar wat heet autonoom? Artikel 70 van het beheerscontract maakt duidelijk dat de minister nog altijd het laatste woord heeft over aankopen van meer dan 1 miljard. Zeer zelfstandig is de NMBS nog niet, want het is duidelijk dat zowel de politiek als de industrie een greep blijven houden en willen houden op het spoorweggebeuren. En op die manier zal het natuurlijk zeer moeilijk zijn de NMBS terug op het goede spoor te krijgen. In de lijn van het beheerscontract werkt de NMBS begin 93 een ondernemingsplan uit. De spoorbonden zetten meteen hun stekels op. De directie wil vooral investeren in marktsegmenten waar ze de concurrentie kan aangaan. De TGV dus en het reizigersverkeer tussen steden. De korte afstand krijgt minder aandacht. En om te tonen dat het menens is, wordt meteen een lijst van 49 te sluiten stations en stopplaatsen gepubliceerd. Vlaamse en Waalse stopplaatsen worden op communautaire weegschaaltjes gelegd. De spoorweg ontsnapt niet aan de groeipijnen van de federalisering. De NMBS is als een kat met vele levens. Maar het nieuwe leven dat ze in 1993 had moeten beginnen, lijkt verdacht veel op een paar oude levens. Er zijn enerzijds de stijgende kosten. Ten tweede is er de toename
van de schuld. En dan vervolgens kun je ook zeggen, inderdaad, de overheid betaalt niet wat de NMBS allemaal moet uitvoeren. En dan spreek ik over het openhouden van kleine stations en zwakke regionale lijnen. De beheersovereenkomst zegt wel, je mag dat doen, maar als de spoorwegen dan stations willen gaan sluiten, waar minder dan 50 reizigers opstappen per dag, dan krijg je heisa en dan zegt de voogdijminister, we moeten er maar eens goed over nadenken. En op die manier is het natuurlijk zeer moeilijk werken om de spoorwegen op het goede spoor te krijgen. Woorden met de voogdijminister, krakeel met de vakbonden. Maar in het Zuidstation wordt ijverig gewerkt aan een plek voor de TGV.